Hey, welkom bij een nieuwe video. In de wereld van krokodillen en alligators zijn er tientallen verschillende soorten die variëren in grootte en habitat. Over de hele wereld zwemmen deze prehistorische reptielen rivieren, moerassen en meren en sommige van hen zijn ware giganten in het dierenrijk. Vandaag laten we je de 20 grootste krokodillen zien die ooit op camera zijn vastgelegd. Ben jij nieuw op het kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Akko is een mannelijke Australische zeekrokodil en is te vinden in de Australia Zoo, waar hij dagelijks een portie wildzwijn krijgt om zijn eetlust te bevredigen. Deze krokodil zou een ongelofelijke 1000 kilogram wegen en zijn lengte wordt geschat op ongeveer 5 meter lang. In 1988 ving Steve Irwin Akko omdat hij werd beschouwd als een probleemkrokodil omdat hij mensen bleef aanvallen in Kettle Creek en te dicht bij de bewoonde wereld werd gezien. Hierdoor huurden veel mensen in het gebied stropers in om Akko te vangen en zijn huid te verkopen. Steve stond dit niet toe en ging erheen met zijn hond Sui en een videocamera. Gelukkig sprong Steve op tijd uit de boot en slaagde hij en zijn team erin een lijn aan de oever te krijgen en gebruikte ze een vierwieler om Akko binnen te halen en in de val te plaatsen. Zijn kracht is zeker iets om rekening mee te houden en daarnaast heeft hij het potentieel om prooien zoals koeien, paarden of waterbuffels neer te halen die even zwaar zijn als hij zelf. Nummer 19. In de diepte van Sweet's Lagoon langs de Venus rivier had een opmerkelijk wezen zijn aanwezigheid kenbaar gemaakt. Deze kolossale zoutwaterkrokodil had een verbazingwekkende 5,13 meter in lengte en had een behoorlijke reputatie opgebouwd vanwege zijn gewoonte om bootpropellers te bijten en vissersboten aan te vallen. Maar opvallend genoeg waren er geen gedocumenteerde gevallen van hem die mensen aanviel. In juli 1979, uit bezorgdheid voor de menselijke veiligheid, ondernam een team van de Territory Parks and Wildlife de gewaagde taak om Sweetheart levend te vangen. Nieuws over deze monsterlijke vangst verspreidde zich als een lopend vuurtje, waardoor de aandacht werd getrokken van fotografen en museumdirecteuren die gretig de expertise van pas ingehuurde taxidermisten ontzochten. Sensationele krantenkoppen verkondigden de vangst van een 300 jaar oude krokodil, waardoor de razernij rond het verhaal van Sweetheart werd aangewakkerd. Om dit legendarische reptiel te vereeuwigen kregen de taxidermisten de opdracht om de staart van Sweetheart te verlengen, waardoor deze in een perfecte rechte paal werd getransformeerd. De roem van Sweetheart begon rond 1974 te stijgen, waardoor hij de titel van zwaargewichtkampioen van Sweet's Billabong verdiende. Een film uit 2007 genaamd The Rogue vereeuwigde verder het verhaal van Sweetheart. Nummer 18. In de wereld van Australische krokodillen valt één opmerkelijk karakter op, Tripod. Deze indrukwekkende krokodil wordt geschat op ongeveer 80 tot 90 jaar oud en heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij slechts 3 poten heeft. Ondanks deze fysieke beperking blijft Tripod een absoluut monster met een indrukwekkende lengte van ongeveer 5,2 meter en een gewicht van ongeveer 907 kilogram. Een fascinerende kijk in de wereld van Tripod is te zien in een video met Monster Croc Wrangler presentator Matt Wright. In de videobeelden voedt Matt onverschrokken de krokodil, wat zorgt voor een onzagwekkende ontmoeting met dit schattige maar dodelijke wezen. Zoutwaterkrokodillen zoals Tripod bereiken regelmatig lengtes van meer dan 7 meter. Dus zowel Tripod zeker achter leeuwen kan lopen en het kan navertellen, is hij niet de grootste zoutwaterkrokodil die er is. Ondanks Tripods grootte en oerinstincten merkte Matt grappig op dat Tripod een brave jongen is, maar dat hij hem in een hartslag zou opeten. Nummer 17. Er zijn maar weinig dingen die hele dorpen bij elkaar brengen en vervolgens angstig doen terugdeinzen zoals de krokodil in deze video. Hij werd gevangen en uiteindelijk weer losgelaten in de rivieren ergens in Sri Lanka. De krokodil is nooit officieel gemeten, maar er wordt geschat dat hij ongeveer 5,22 meter lang moet zijn. Hij is zo groot dat hij nauwelijks in de vrachtwagen past. Maar het is niet zo verrassend om een krokodil van deze kolossale grootte te zien in Sri Lanka. De zoutwaterkrokodil, bekend als het grootste en zwaarste levende reptiel op de planeet, kan wel zo'n 6 meter lang worden en meer dan 1000 kilogram wegen. Deze krokodillen voeden zich met een breed scala aan prooien, van vissen en vogels tot buffels, wilde zwijnen, rezoapen, herten, krabben en zelfs slangen. Ze grijpen dus elke kans aan om hun onverzadigbare honger te stillen. Nummer 16. De mysteries rond de naamloze kolossale krokodil nabij Pointe-aux-Noires in de Republiek Congo heeft mensen de stuip op het lijf gejaagd.
Volgens onderzoekers zou het een Nijlkrokodil zijn die voornamelijk te vinden zijn in het Congo-gebied. De geschatte grootte met een verbazingwekkende 5,4 meter was zijn status als een ware titaan van de waterwegen bevestigd. In Congo zijn deze reptielen waargenomen met aanzienlijke afmetingen, maar naast hun grootte en temperament hebben Nijlkrokodillen een schat aan intrigerende kenmerken. Ze staan bijvoorbeeld bekend om hun uitzonderlijke slijpgedrag en geduld, vaak urenlang roerloos liggend, wachtend op het perfecte moment om toe te slaan. Hun formidabele kaken, uitgerust met scherpe tanden, oefenen een verpletterende kracht uit bij het vangen van prooien. Opmerkelijk genoeg hebben Nijlkrokodillen hun bestaan miljoenen jaren behouden en het is niet zo moeilijk te zien waarom. Kun je je voorstellen dat je dit monster in het wild tegenkomt? Nummer 15. In de wereld van legendarische zoutwaterkrokodillen springt Gomek eruit als een opmerkelijk wezen. Zijn verhaal begint met zijn vangst door George Craig in Papua-Nieuw-Guinea. Het waren echter Terry en Arthur Jones die 1985 zijn nieuwe eigenaren werden, waarbij ze hem naar Ocala, Florida brachten. Na 5 jaar daar doorgebracht te hebben, vond Gomek een nieuw thuis in het gerenommeerde St. Augustine Alligator Farm Zoological Park in Florida. 8 jaren lang betoverde Gomek toeschouwers met zijn ongelooflijke vaardigheden en zijn verbazingwekkende tolerantie voor menselijke aanwezigheid. In een zeldzame blik van vertrouwen mocht de verzorger zijn verblijf betreden en tot op 1 meter van dit gigantische reptiel komen. Hoewel lange tangen nog steeds werden gebruikt om hem te voeden, werd Gomek beschouwd als een tamme krokodil en werd snel favoriet bij zowel bezoekers als personeel. Na vele jaren te hebben geleefd als een van de 's werelds grootste krokodillen, bezweek Gomek op 6 maart 1997 aan een hartziekte. Op het moment van zijn overlijden was Gomek een verbazingwekkende 5,42 meter lang en was hij tussen de 60 en 80 jaar oud met een gewicht van 860 kilogram. Nummer 14. In de wateren van Simonulstad in Tawi-Tawi, Filipijnen, vond op 14 oktober 2019 een gedenkwaardige gebeurtenis plaats. Er werd namelijk een kolossale zoutwaterkrokodil gevangen. Aanvankelijk werd de krokodil Mama Bull genoemd, met de bedoeling dat deze een partner zou worden voor Papa Bull, een mannelijke krokodil die in 2017 in dezelfde gemeente was gevangen. Echter, na onderzoek door experts, bleek dat dit formidabele reptiel in feite mannelijk was. Vervolgens kreeg de krokodil de naam Papa Dave en werd er gemeten op ongeveer 5,46 meter lang. Mannelijke zoutwaterkrokodillen kunnen een lengte van maximaal 6 meter bereiken, terwijl vrouwtjes meestal veel kleiner blijven. Interessant is dat men gelooft dat Papa Dave mogelijk afkomstig is uit de buurt van Sabah, Maleisië, en langs de zeestromen naar Tawi-Tawi reisde, waar hij uiteindelijk werd gezien en gevangen. Lopend onderzoek heeft aangetoond dat Maleisië fungeert als een belangrijke schakel voor krokodillenvermeerdering en de zuidelijke regio van Palawan met Tawi-Tawi verbindt. Nummer 13. Cassius is een Australische zoutwaterkrokodil die in het Guinness World Record staat als de grootste nog levende krokodil in gevangenschap. Volgens zijn verzorgers gooit hij ook nog steeds. Het Guinness World Records heeft hem gemeten op 5,48 meter lang en hij heeft meer dan 3 decennia lang in het Maryland Crocodile Park geleefd. Cassius werd gevangen in 1984 in de Finnisrivier in het Noordelijk Territorium van Australië. Oprichter George Craig deelt een speciale band met de krokodil en neemt vaak zelf de taak op zich om Cassius te voeren. In zijn wilde habitat was Cassius een onbetwiste kracht. Als de baas van de Finnisrivier zou elk wezen in zijn omgeving hem hebben herkend en gevreesd. De strijdwonden en littekens die Cassius sieren dienen ook als een herinnering aan zijn jongere jaren en de dominantie die hij had. Berucht om het aanvallen van boten en het verslinden van buitenboordmotoren, wordt vermoed dat een draaiende schroef heeft bijgedragen aan zijn enigszins verkorte snuit. Cassius' leeftijd wordt geschat tussen een indrukwekkende 110 en 120 jaar. Nummer 12. Maak kennis met Old Charlie, een enorme zoutwaterkrokodil afkomstig van de Mary rivier. Helaas werd zijn leven tragisch verkort op 1 juli 1974 toen hij het slachtoffer werd van stropers. Verstrikt in een illegaal geplaatst visnet kwam Old Charlie aan zijn einde door de handen van zijn ontvoerders die hem uiteindelijk afmaakten met een bijl. De nasleep van deze afschuwelijke daad onthulde de littekens van eerdere ontmoetingen van de dagen dat commerciële jacht overheerste. Het karkas van Old Charlie, gefild en zonder zijn hoofd, werd nauwkeurig gemeten door wildlife officer Faye Peterson. De metingen onthulden een verbazingwekkende lengte van ongeveer 5,48 meter.
Verder onderzoek van de schedel onthulde een afstand tussen de basis van de schedel en het punt van de snuit van 66,6 cm met een hoofdbreedte van 48 cm. Deze afmetingen impliceren dat Old Charlie's opmerkelijke grootte zijn staat er bevestigd als een van de grootste zoutwaterkrokodillen die ooit in Australië zijn geregistreerd. Nummer 11. Betreed het majestueuze rijk van Oetan, een legendarische krokodil wiens aanwezigheid bezoekers betovert bij Alligator Adventure. Alligator Adventure is een van 's werelds grootste reptielenfaciliteiten, genoemd naar Yutun Yong Prapakaran, de zoon van de eigenaar van de boerderij, houdt Yutun trots de titel van de grootste krokodil in tentoonstelling in de Verenigde Staten. Het is een opmerkelijk hybride ras, een combinatie van een zoutwater- en Siamese krokodil. Geboren in 1964 weegt dit wezen een verbazingwekkende 907 kg en strekt zich uit over meer dan 5,5 meter in lengte, waarbij hij respect van iedereen die hem tegenkomt afdwingt. Binnen zijn uitgestrekte domein woont Yutun in een uitgestrekt gebied van ongeveer 465 vierkante meter, compleet met een luxueus zwembad. Het is een fascinerend weetje dat, hoewel Yutun's bijtkracht nooit officieel is getest, experts schatten dat het rond de 2 ton aan pure kracht ligt. Nummer 10. Zoals je weet hebben krokodillen krachtige kaken en kunnen ze prooien door midden scheuren zonder enkele moeite. Zelfs mensen op rondvaartboten zijn niet veilig voor hun aanvallen. In dit geval sprong er een gigantische krokodil uit het water, genaamd de Brutus, terwijl de gidsen met snacks aan lange stokken probeerden te voeren. Brutus is een krokodil van ongeveer 5,6 meter lang en hier zien we een opmerkelijk moment waarop de krokodil een stierij grijpt in naar de Lederivier in Kakadu. Dit trok de aandacht van een nieuwsgierige toerist die toevallig in de buurt was. In 2011 haalde Brutus opnieuw de krantenkoppen toen een foto's hem vastlegde terwijl hij zijn 2 ton zware lijf uit de Adelaide rivier in het Noordelijk Territorium tilde. Hij was volgens verschillende toeristen aan het knagen aan kangoeroevlees terwijl hij van tijd tot tijd uit het water sprong. Brutus is een reusachtige krokodil die bekend staat om zijn enorme omvang en het feit dat hij zijn rechter voorpoot mist. Er wordt aangenomen dat deze is afgescheurd tijdens een hevige vecht met een haai. Met een geschatte leeftijd van ongeveer 80 jaar is Brutus ook een legendarisch figuur in deze wateren geworden. Nummer 9. In de wateren van Batang Lupar in Sarawak wordt gezegd dat een gigantische witrugkrokodil angst in de harten van velen heeft gezaaid. Dit is het legendarische verhaal van Buyang Senang, een krokodil die ooit de Batang Lupar rivier in Maleisië terroriseerde in de jaren 1940. Er werd gerucht dat Buyang Senang zo groot was als een bus, in staat om een volwassen man in één hap te verslinden. Volgens de folklore van de Iban zou hij ooit een mens zijn geweest vervloekt door zijn vijanden. In de jaren 1980 maakte Buyang Senang echter een comeback. Zijn eerste gerapporteerde slachtoffer na zijn terugkeer in 1982 was hoofdman Bayahang van de Pali Longhouse in Sriaman. De hoofdman werd aangevallen tijdens het vissen naar garnalen nabij de rivieroever en zijn broer Kebir kon hem niet redden. Kebir zag een kenmerkende witte streep op de rug van de krokodil, wat hem deed geloven dat ze te maken hadden met de beruchte Buyang Senang. Het incident zette de lokale politie aan tot het lanceren van operatie Boya Ganas, vertaald naar operatie Woeste Krokodil langs de belangrijkste rivieren in Sarawak. Zowel de politie als de dorpelingen verenigden zich in een missie om de gigantische krokodil op te sporen. Na 4 uur zoeken wisten ze de krokodil te vinden, maar hun pogingen met speren en conventionele kogels bleken vruchteloos. Het was een suggestie van een sjamaan dat de tij keerde. Ze schakelden over op het gebruik van spijkers als kogels en na 40 schoten ontmoette Buyang Senang uiteindelijk zijn ondergang. Nummer 8. Siamese krokodillen staan bekend om hun vermogen om te hybridiseren met zoutwaterkrokodillen. Ze hebben opmerkelijke nakomelingen voortgebracht zowel in gevangenschap als in het wild. Deze hybriden groeien vaak uit tot enorme afmetingen waardoor ze de aandacht trekken van krokodillenliefhebbers. Eens zo'n gerenommeerde hybride individu, Jai genaamd, kwam uit het ei in 1972 en woonde in een Samut Praktan krokodillenboerderij en dierentuin in Thailand. Jai had een lengte van 5,99 meter, waarbij het indrukwekkende groeipotentieel van zijn hybride nakomelingen werden getoond. De Samut Praktan krokodillenboerderij was operationeel van 1950 tot zijn permanente sluiting in 2020. Het had een prominente status als een van 's werelds grootste krokodillendierentuinen. Met een verbazingwekkende populatie van 60.000 krokodillen waaronder jij de grootste was.
Jij was dus ongeveer 6 meter in lengte en woog een verbazingwekkende 1114 kilogram. Helaas zorgde de C-19-pandemie en de daarop volgende afname in toeristen ervoor een ernstige klap voor de operaties van de dierentuin. Als gevolg hiervan was de Samut Prakaran krokodillenboerderij genoodzaakt zijn deuren te sluiten in 2020. Nummer 7. In de diepte van Burundi slaat een beruchte roofdier genaamd Gustav angst in de harten van de lokale bevolking. Deze nijlkrokodil is een menseneter met geruchten die circuleren dat hij verantwoordelijk is voor meer dan 200 fatale aanvallen op mensen. Wat onderzoekers verbaast is dat Gustav zijn slachtoffers niet altijd consumeert. In plaats daarvan valt hij ze alleen aan en laat dan hun lichamen achter. Gustav's territorium strekt zich uit tussen de noordelijke rand van het Tayangika-meer en de Rusisi-rivier. Ondanks talloze pogingen is het Gustav gelukt om gevangenneming te ontlopen. Aanvankelijk geloofden experts dat hij bijna een eeuw oud zou zijn, gebaseerd op zijn geschatte grootte. Deze aanname werd echter in twijfel getrokken toen iemand opmerkte dat hij al zijn tanden nog had. Daarom hebben onderzoekers hun schatting herzien en plaatsten nu Gustav's leeftijd op ongeveer 60 jaar, wat betekent dat hij nog steeds groeit. Men gelooft dat hij ongeveer 6,1 meter lang is en meer dan 910 kilogram weegt. Gustav is relatief gemakkelijk te identificeren, aangezien hij 3 kogelwonden en schade aan zijn rechter schouderblad draagt. De omstandigheden achter deze verwondingen blijven echter een mysterie. Vanwege zijn enorme grootte ondervindt hij moeilijkheden bij het jagen op kleinere prooien zoals antilopen, vissen en zebra's. Als gevolg hiervan richt hij zich op grotere dieren zoals nijlpaarden, buffels en mensen. Nummer 6. In de dichtbevolkte regio's van de Adelaide rivier in Australië heerst één krokodil over allemaal, Dominator. Een incident dat wereldwijde krantenkoppen haalde betrof de enorme krokodil die een varken doormidden scheurde voordat hij het verslond. Gevangen in 2011 meet deze krokodil een verbazingwekkende 6,15 meter lang van neus tot staart, waarmee hij de titel verdient van een van de grootste levende krokodillen ooit geregistreerd. Dominator is woonachtig in de troebele wateren van de Adelaide rivier en deze kolossale krokodil faalt nooit om toeristen te boeien terwijl hij een show opvoert. Het is echter belangrijk op te merken dat dit reptiel niet de enige reus in het gebied is. Zijn rivaal, Brutus, zwemt ook rond in deze wateren. De machtsdynamiek tussen Dominator en Brutus is duidelijk in hun interacties. Dominator toont dominantie door Brutus te besluipen en zich vast te bijten in zijn staart, waardoor Brutus moet vechten voor overleving. Talrijke online video's illustreren levendig de immense grootte en aanwezigheid van Dominator, waardoor kijkers versteld staan. Om de krokodil te verleiden geven rondvaartgidsen vers vlees op een lange stok en het resultaat is een adembenemende vertoning van kracht, aangezien de krokodil zijn lichaam van 1 ton uit het water lanceert om de verleidelijke snack te grijpen. Nummer 5. Lolong is een beruchte krokodil die aandacht trok vanwege vermoedelijke daden van agressie zoals de verdwijning van een visser en een aanval op een 12-jarig meisje in 2009. In september 2011 werd Lolong gevangen en werd hij de hoofdattractie van het toerismepark. Dit monumentale evenement leidde tot Lolongs officiële erkenning door Guinness World Records als de grootste krokodil die ooit in gevangenschap heeft geleefd. De vangst van Lolong in het stadje Bunawan was het hoogtepunt van een jacht van 3 weken waarbij talloze individuen betrokken waren. Met een verbazingwekkend gewicht van 1075 kilogram en een indrukwekkende lengte van 6,17 meter trok de gigantische krokodil onmiddellijke lokale en buitenlandse toeristen naar de stad. Lolong werd zelfs beschuldigd van het veroorzaken van de dood van meerdere waterbuffels en de mysterieuze verdwijning van 2 personen. Geconfronteerd met deze alarmerende situatie zocht de gemeenschap de expertise van professionele krokodillenjagers om een einde te maken aan het terreur. Na zijn vangst werd Lolong overgebracht naar het Bunawang Ecopark in de Filipijnen. Ten tijde van zijn vangst was hij de leeftijd van 70 gepasseerd, waardoor hij constant toegang tot water nodig had om te voorkomen dat zijn organen werden verpletterd onder zijn enorme gewicht. Helaas overleed Lolong uiteindelijk in 2013 aan een longontsteking en een hartstilstand die werd verergerd door een schimmelinfectie en stress. Nummer 4. Langs de Fly River in Papua-Nieuw-Guinea deden bewoners van het dorp Obo een ongelooflijke ontdekking in de jaren 1980. Hier in het hart van een van 's werelds meest ongerepte en wilde gebieden leeft de krokodil die bekend staat als de Fly River Salty. De exacte lengte van het monster is echter moeilijk vast te stellen vanwege de uitgerekte en ontoegankelijke habitats.
Deze specifieke krokodil kwam aan zijn einde nadat hij verstrikt raakte in een visnet dat was uitgezet door Barramundi-vissen. Een groep van 50 mannen werkte samen om het massieve wezen naar de rivieroever te halen, waar ze een opzienbarende ontdekking deden. In de maag van de krokodil lag het volledige karkas van een roesahert. Toen een bioloog genaamd Jérôme Mantoc de krokodil mat, ontdekte hij dat de huid van de krokodil al was verwijderd en gezouten. De bewaarde huid, samen met de onthoofde kop, had echter een indrukwekkende lengte van 6,2 meter. Er wordt aangenomen dat deze meting waarschijnlijk een onderschatting was, rekening houdend met de mogelijke krimping van de huid en afwezigheid van het puntje van de staart. Dit suggereert dat de totale lengte van een Fly River krokodil misschien wel meer dan 6,3 meter zou kunnen zijn. Nummer 3. In het afgelegen Bitterkanika National Park in de Indiase staat Orissa gaan verhalen de ronde over reuzenkrokodillen. Een daarvan is een legende en wordt Kalia genoemd, ook wel bekend als de Dark One. Het enige overtuigende bewijs dat gevonden is van deze krokodil is zijn gigantische schedel. Deze grote krokodil, gedood in 1926 aan het Dharma rivier, zou maar liefst 7 meter lang zijn geweest. De koninklijke familie van Kanika hebben de schedel van de krokodil bewaard als getuigenis van zijn kolossale grootte. Krokodilexpert Rom Whitaker had de gelegenheid om Kalia's schedel te meten, wat verbluffende afmetingen onthulde. De schedel mat een indrukwekkende 73,3 cm in lengte en 45,8 cm in breedte. Ongelooflijk, nietwaar? Nummer 2. In het charmante stadje Normanton valt één monument op tussen de rest dat de aandacht van zowel bezoekers als lokale bewoners trekt. Chris, ook wel bekend als Chris de Koning van de Savanne, is een replica monumentstandbeeld van een gigantische krokodil die ooit bestond. Dit prachtige standbeeld is nauwkeurig geschaald om overeen te komen met de ware grootte van Chris, een kolossale zoutwaterkrokodil met een adembenemende lengte van 8,64 meter. Het lot van deze enorme krokodil voltrok zich in juli 1957 op de MacArthur Bank in Norman River. Het kwam aan zijn einde toen het werd neergeschoten door krokodillenjager Christina Paloski. Ter ere van een nalatenschap van Christina en haar ongelofelijke prestatie werd de krokodil liefkozend Chris naar vernoemd. Interessant is dat Christina zelf een verandering van hart onderging na de jacht en haar levenswerk transformeerde van dat van een jager naar een natuurbeschermer. Samen met haar echtgenoot wijden ze hun inspanningen aan het behoud van krokodillen en richten een krokodillenbehoudpark op in Queensland. De betekenis van Chris de krokodil wordt zelfs erkend door het prestigieuze Guinness Book of World Records. Nummer 1. In 2008 was een man genaamd Agush Marsh een uitgestrekt moerasgebied van 14.835 hectare in Oost-Mindanao, Filipijnen aan het verkennen. Volgens geruchten zou dit gebied de thuisbasis zijn van een formidabele bewoner. Deze krokodil die hier op camera werd vastgelegd zou een verbazingwekkende geschatte lengte van 9 meter hebben gehad. De lokale gemeenschap in het gebied gaven de krokodil de bijnaam Potol de Slasher. Potol haalde de krantenkoppen toen hij een meisje aanviel dat over het moeras roeide. Het gruwelijke evenement werd gezien door een nabijgelegen visser wat suggereert dat de aanval werd gedreven door territoriale agressie. Vervolgens vond Agusan een 6,50 meter lange krokodil die meer dan een ton woog in het gebied. Na een jacht van 3 weken waarbij stalen kabelvallen werden vernietigd en de krokodil succesvol werd gelokt, vond de vangst plaats nabij Bunawan Township door 100 mensen. Mensen dachten dat ze Potol de Slasher hadden gevangen, maar in 2018 kwam er nieuws uit de Filipijnen over de jacht op een mensetende krokodil die lokale vissers, boeren en vee aanviel. Als de rapporten kloppen, zou de beruchte Potol de Slasher nog steeds rondhangen in het gebied. Dit zou kunnen betekenen dat Potol mogelijk de grootste krokodil is die ooit zou zijn geregistreerd. Onbevestigde rapporten vermelden ook een vermeende aanval op een vrouw, waardoor haar overlevingsstatus onbekend bleef. Bewoners in de buurt van het Agusan del Sur leefgebied besloten zich te verzamelen om een jacht te organiseren om zo de krokodil te vangen, maar tot op de dag van vandaag is het nog niet gelukt. Wat vind jij van krokodillen en heb je er wel eens één in het echt gezien? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.